Ik zou eerst en vooral willen weten op basis van welke criteria deze vragen ontvankelijk zijn verklaard. Want we hebben dit debat uitgebreid gevoerd in de commissie en in plenaire. Drie mensen hebben daar vragen over gesteld, allemaal met een andere invalshoek. Dus ik vond het vreemd dat dit terug op de agenda kwam. Als het enige nieuwe element is die ene medewerker die van Ronsen naar Oudenaarde is verplaatst, dan vind ik dat toch redelijk bedenkelijk. Ik heb zelf ooit die niveaubepalingen gedaan in Brussel en daar kwamen ze van tientallen kilometers ver om die ene test te doen. Dus ik zou toch willen vragen om alles een beetje in perspectief te houden. Mevrouw Sminati, ik zal hier antwoorden. Er zijn mensen die hoorzittingen over dat onderwerp vragen. Er zijn mensen die externe audit vragen. Dat vraagt dus wel diepgaande vragen. En bij de actuele vragen kan je daar 2 minuten over interpelleren. En daarbij, hij zit hier niet om mij vragen te stellen, maar wel de minister vragen te stellen. Voilà. En als u denkt dat u over mij beroepsrechter moet spelen, tot op heden is dat niet aan de orde. Dus mevrouw, nu, de tussenkomst ik heb van heel mevrouw Moerenhout. Ik daarover gesteld. Lijkt me toch een logische vraag om... Er moeten geen vragen gesteld worden door u aan mij over ontvankelijkheid. U zit hier om uw minister te controleren, maar niet om mij te controleren. Ik neem achter mevrouw van Moerenhout. De autoritaire manier van werken hier.